Hey, vind je dat een goede leider, Pieter Omtzigt? Ja, ik denk dat hij een goede leider kan zijn. Dat is, ja of maar nee? Waar gebaseerd op wat? Ja. Kijk, ik heb met Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer gewerkt. En ja. Hij heeft daar, denk ik, hele belangrijke... Nou, denk ik niet, dat is een feit. Hè, hele belangrijke dossiers blinde vlekken op tafel gelegd. Daar ben ik hem ook dankbaar voor. Ja, functieelders, daar werd hij mee beloond toen. Nou ja, en als je nu kijkt wat hij in een korte tijd... Oh, je praat er gewoon overheen. Jazeker. Ja. Wat hij in een korte tijd opzet, wat hij neerzet, dat vind ik heel goed. Ja. Ik mis wel een aantal zaken bij hem. Zo. Nou, komt het. Ja. Ja, ja, maar dat stond niet op het lijstje. Nee, ja. Nee, dat komt niet. Bas, let goed op. Ja. maar wat ik bij hem mis is de transparantie en de zorgvuldigheid die hij terecht van anderen vraagt. Dus als je plannen neerlegt, laat ze ook doorrekenen, laat ook zien wat het kost. Ja, dat roep je steeds. Kom ook inderdaad voor de verkiezing met je premierskandidaat. Nou weten we dat hij dat niet meer gaat doen. Ja, maar moet je luisteren. Maken jullie er nou niet zo druk om wat Omtzigt doet met de premierskandidaat? Misschien zijn er wel mensen die op hem willen stemmen, die nou op jou stemmen. Maar ik zie alle concurrentie, die zie ik maar zeuren over hij moet dat vertellen. Dat bepaalt hij zelf. Natuurlijk bepaalt hij dat zelf. En toch vind ik dat je daar niet helemaal gelijk in hebt, Johan. Ik vind... Ik stem op haar, omdat ik de premierskandidaat... of wie de premier wordt van dit land, wel ontzettend belangrijk vind. Ik vind het ontzettend belangrijk wie ons land uitdraagt in het buitenland. Want dat migratieprobleem waar jij het elke keer over hebt, dat moeten we in Europa oplossen. En daar zijn al die Europese leiders zijn daarbij betrokken. Ja. En ik vind het heel belangrijk wie ons land... en ik vind dat Rutte, hè, als die bij Trump of bij wie dan ook zat... weet je, die heeft ons land in het buitenland zeker heel goed, zeg maar... noem het even... Vertegenwoordigd. Ja, maar niets bereikt, hoor. Nee, dat is niet waar. Maar ik dat vind, is niet ver. Nou, we hebben allerlei contracten ondertekend... over het asielvraagstuk en over... hoe heet het, Natura 2000-gebieden, daar komen we in om. Allemaal tekenen, nee, sorry, want wij denken Europees... Nee. En we zitten met de gebakken peren. Nee, maar heel even, dat is gewoon echt niet waar. Als je kijkt hoe Nederland als minilandje eigenlijk... echt een leidende rol speelt op het wereldtoneel... dat heeft onder andere te maken met de leiders die wij naar voren schuiven. Hè? Degene die voor ons op pad gaan. Hmm. Als Macron belt, gaat het erom wie opneemt. Als het over Nederland gaat, gaat het om wie ons kan verbinden... die boven de partijen kan staan. En dat komt Mark Rutte heel goed, bedoel je? Het gaat ook over, kan je onder hoge druk snel besluiten nemen? Ja, ook als dat kun je heel goed. Maar vind jij het wel? Wat ik wil zeggen... Vind jij het onbelangrijk, wie de premier? Nee, ik vind het heel belangrijk. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ja, maar nee, er gaat een hele andere wind waaien. Wat Omtzigt wil, is dat de macht in de Tweede Kamer ligt. Dat is voor Nederland. Ja, dat is voor Nederland. Ja. En dat de man die naar buiten treedt en handen schudt overal in Europa... Ja, dat een soort koning is. Maar dit gaat over... Dit is niet bijvoorbeeld de minister van Sociale Zaken, Onderwijs, Veiligheid. Dat is normaal dat je dat na de verkiezingen hoort. Dit gaat over het landsbestuur. Dan moet je toch weten of Omtzigt een Herman Tjeck Willink of een Thierry Baudet naar voren gaat sturen. Nou, ik denk dat hij die Caspar Veldkamp naar voren stuurt. En die man heeft een geweldige... Jarenlange internationale ervaring als ambassadeur en diplomaat. Ja. Ja. Ja, die heeft een geweldige staat van dienst. Heel veel ervaring. Net de man. Ja, maar zou ik dat dan wel nu mogen weten? Kijk, daar staan ze. Ja, die van Frans, omdat ik het belangrijk vind. En dat is de reden dat ik op haar stem. Want dan weet je wel in ieder geval. Nou ja, dan ben jij een van degenen die dat belangrijk vindt. Ja, nou ja, hij is niet de enige. En dat kost hem dan stemmen. Ja, nou maar kijk nou even naar die lijst. Er staat toch niemand tussen die we kennen? Waar je ook een beetje ervaring uit haalt. Als je de cv's leest, dan kom je meteen bij die Caspar Veldkamp uit. Nee, want die andere twee ervoor willen niet namelijk. Nee, maar die hebben ook niet de juiste cv. Want voor de rest heeft niemand de juiste cv, hoor, om zoiets te doen.